Edith, deelneemster aan Wintervol Liefde, hoopte op liefde, maar kreeg meer dan ze had verwacht. In een interview met de Telegraaf onthult ze dat de situatie met een van haar potentiële liefdes volledig uit de hand is gelopen. Terugblikkend op het avontuur betreurt Edith dat ze geen nieuwe liefde heeft gevonden, maar ze heeft wel een vriendschap overgehouden aan het programma. Ze belt wekelijks met Bart, de eerste single die langskwam, maar waar geen vonk oversloeg. De tweede man, Mike, die op bezoek kwam, leek even een match maar de situatie escaleerde tijdens een skiuitje. Edith ontdekte dat Mike niet kon skiën, wat op zich niet erg was, maar hij had daar eerlijk over moeten zijn. Boven op de piste negeerde Mike alle hints van Edith en werd zelfs gevaarlijk voor haar en andere skiers. Uiteindelijk pakte Edith zijn skis af en liet hem naar beneden lopen, helemaal klaar met de situatie. Mike was geen match vanwege zijn enorme ego en het gebrek aan voorbereiding op winterse activiteiten. Edith benadrukt het belang van eerlijkheid en het respecteren van de naam van het programma Wintervol Liefde. Ook met de derde man, Arun, werd het niets vanwege verschillen in geloofsovertuiging. Arun gaf duidelijk aan dat zijn geloof op de eerste plaats kwam, wat voor Edith een no-go was. Na het programma had Edith nog het een en ander te zeggen tegen de kijkers, teleurgesteld dat ze geen liefde vond, maar wel enkele opmerkelijke avonturen beleefde.